De minister heeft ons laten weten dat wij het project Field Lab Practice toegewezen hebben gekregen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Het is een project wat 4 jaar gaat duren, uit 6 miljoen euro bevat. En wij gaan daarmee een aantal problemen vanuit het onderwijs in samenwerking met een groot aantal partners proberen op te lossen. Field Lab Practice moet een bijdrage gaan leveren aan de oplossing van het probleem. We willen graag een expertisecentrum gaan worden hier in de regio, waarbij studenten, docenten, medewerkers van de bedrijven gezamenlijk kennis en vaardigheden ontwikkelen om daar handen en voeten aan te kunnen geven. Dus zowel studenten als docenten als de medewerkers van alle bouwbedrijven, de bouwbedrijven zelf, gaan hiermee te maken krijgen. Ja, de gedachte is dat de komende jaren toch wel om 1700 studenten zal gaan. We gaan een 80 docenten scholen. De verwachting is dat er ongeveer 1200 medewerkers vanuit de bedrijven, de technische bedrijven, hiermee te maken gaan krijgen. En op dit moment hebben we ongeveer een 30 bedrijven die zich al hebben gecommitteerd aan het Field Lab Practice. En dat willen we in de komende tijd uitbouwen. Field Lab Practice is een publiek-private samenwerking met enorm veel partijen hier uit de regio. Het zijn de woningbouwverenigingen, het zijn de private partijen, bouwbedrijven hier in de omgeving en andere technische bedrijven. Dat zijn de overheden en de woningbouwverenigingen. Het kenniscentrum is een van de partners van Field Lab Practice. Dat vinden wij ook enorm belangrijk. Een kennisontwikkeling doe je niet meer alleen, dat doe je gezamenlijk. En gezamenlijk betekent voor het kenniscentrum dat we dat samen met de RUG, de Hanze en het Alpha College doen. En de Alpha College is op het gebied van het MBO de kennispartner in de bouw in de regio Groningen. Er moet veel gebeuren in deze regio. Er moet veel hersteld worden, er moet versterkt worden. Dat is een ongelofelijke operatie waar vakmensen voor nodig zijn. Die vakmensen kunnen alleen maar goed opgeleid worden wanneer we de handen ineen slaan. Dus doen we dat met alle partijen vanuit de bedrijven, de aannemers, de architecten, met de woningbouwverenigingen. En die zorgen ervoor dat we deze regio de komende jaren kunnen versterken, verstevigen. We zorgen ervoor dat het mooier wordt. Als regionaal opleidingscentrum wil het Alpha College het verschil maken voor deze regio. Veel mensen in deze regio hebben te maken met aardbevingsschade. Bovendien kent onze provincie een hoge werkloosheid. Met de toekenning van deze subsidie wil het Alpha College samen met de partners zorgen dat de schade die hersteld wordt aan de woningen gebeurt door de mensen die ook in deze regio wonen. Daarmee maken we van een probleem een kans. We denken dat we samen met onze partners de komende 4 jaar het verschil kunnen maken voor deze regio.